De gemeente Nijmegen heeft universiteitsmagazine Fox uitgedaagd om een oplossing te vinden voor het verkeersprobleem bij de Ham. Vooral in de spits is het gigantisch druk op de kruising van de Heindaalseweg met de Campusbaan. Een van de mogelijke oplossingen is die van Daan Middelkamp, masterstudent sociale geografie in Nijmegen. Hij kwam met een rotonde in de lucht. Nou, het probleem is dat de universiteit en de rest van de campus toch wat slecht bereikbaar is. Met name voor fietsers heb je soms onveilige situaties. En het knelpunt hierachter is toch wel een van de plekken waar de meeste verkeersstromen samenkomen. En waardoor er wel eens problemen ontstaan met gevaarlijke situaties. Of dat mensen lang in de file moeten staan. En de gemeente heeft aan de Fox gevraagd of wij daar een oplossing voor willen bedenken. En de Fox heeft vervolgens weer Lentekracht, mijn bedrijf, gevraagd of ik daarover na wil denken. En toen zodoende ben ik met een van de oplossingen, of in ieder geval ter inspiratie van de oplossing gekomen, die vervolgens in de Fox is gepubliceerd. En mijn plan is om die verkeersstromen van elkaar te scheiden door een fietsrotonde boven de weg te plaatsen, te bouwen. Zodat alle fietsers niet meer via het stoplicht hoeven over te steken, maar gewoon over de weg heen gaan. Wandelaars kunnen ook via deze rotonde er overheen, zodat die ook niet meer hoeven te wachten. En dit betekent dan ook dat auto's veel sneller door kunnen rijden. Dit is in mijn oogpunt een veel veiligere oplossing voor dan dat het nu is. Omdat de fietsers en de wandelaars en de auto's zitten elkaar dan niet meer in de weg. En dan kan iedereen veel soepeler naar de campus toe fietsen en ook weer terug naar huis. En ook voor auto's en wandelaars is het ook een fijnere situatie. Nou, ik heb mijn plan geïnspireerd op de Hovering in Eindhoven. En daar hadden ze ook een soortgelijk probleem dat auto's en fietsers te lang moesten wachten en het was onveilig. Dat plan daar is goed ontvangen, want de fietsers kunnen, het is geen steile helling en dat wil ik hier ook natuurlijk niet, dat fietsers wel soepel omhoog kunnen rijden. En volgens mij is dat plan wel heel goed ontvangen daar, want de verkeerssituatie is wel een heel stuk verbeterd. Of het plan uitgevoerd gaat worden, we gaan over 2 weken in gesprek met de gemeente om alle plannen voor te stellen en te bespreken. En daarna hoor ik het wel verder. En of het echt uitgevoerd gaat worden, dat kan ik nu nog niet zeggen. Maar we hebben het in ieder geval bij de gemeente op de agenda gezet, het probleem. En we gaan een oplossing bedenken samen. Dus dat is in ieder geval een stap verder. Dat is mooi.